Sevgili kursiyerlerim, 2020 Online Talk Cursus Nederlands, Hollandse Talks, dil kursumuza hoş geldiniz. Tuğba heeft een nieuw baan. Gefeliciteerd. Gesprek met Tuğba en Leyla. Keep calm. Morgen is het mijn eerste werkdag. Gesprek met Tuğba en Leyla. Hallo Tuğba, wat heb je vandaag gedaan? Vandaag heb ik de hele dag gewerkt. Wat voor werk heb je dan? Niets heb ik een beetje begonnen. Ik werkte als een orderpicker in de magazijn. Ik werk als een magazijnmedewerker. Wat houdt je werk precies in? Oké, ik zal het voor je uitleggen. Ik werk voor een fabriek. Ze maken producten voor de supermarkten. Bijvoorbeeld koekjes, chocolade, appelsap, oranje, limonade enzovoort. Verschillende merkproducten zijn wel in de magazijnen aanwezig. We moeten deze producten inpakken en naar de winkels sturen. En hoeveel collega's heb je in je afdeling? Ik heb ongeveer 10 collega's. Ze zijn allemaal heel aardig. Zijn je collega's allemaal Nederlanders? Nee, we zijn eigenlijk allemaal buitenlanders. Wat is je nationaliteit? Oh, ik heb twee nationaliteiten, namelijk Turks en Nederlands. Oké, dat betekent dat je ook een kaaskop bent, toch? Haha. Mijn collega's hebben verschillende nationaliteiten. Nederlands, Turks, Pools en Marokkaans. Wat vind je van je werk? Is het leuk? Ik vind het best leuk. Uiteraard, het is een zwaar werk. Gelukkig werk ik maar 2 dagen per week. Dan heb ik ook genoeg tijd voor mijn kids. Hoeveel uur werk je per dag? Ik werk 8 uur per dag. Oh, dat is best lang. Hoe lang werk je daar al? Dat was mijn allereerste werkdag. Gefeliciteerd met je nieuw werk en heel veel succes. Ik wil graag de hamvraag stellen. Mag dat? Hoeveel verdien je per dag? Inderdaad, een moeilijke vraag. In Nederland mag je de leeftijd van een mevrouw of het salaris van iemand niet vragen. Dus ik ga je vraag helaas niet beantwoorden. Oké, dat was maar een grapje. Word je extra betaald als je ook in het weekend werkt? Gelukkig wel. Heb je een vaste baan of een tijdelijk? Wat? Vaste baan? Wat betekent dat? Kan je dat even uitleggen? Vaste baan betekent dat je een vast werkcontract hebt en dat je altijd daar mag werken. Oh, volgens mij heb ik dat niet. Hoe krijg ik dat? Normaal gesproken heb je een proefperiode van 3 maanden of 6 maanden. En als je werkgever tevreden is met je werkzaamheden, dan pas krijg je een vaste baan. Zal ik morgen aan mijn werkgever vragen? Nee, je moet niet meteen vragen. Je moet eerst je best doen. En jezelf bewijzen. En natuurlijk, je moet het werk echt leuk vinden. Ik zal even proberen. Bedankt voor je advies. Heb je nog andere vragen? Krijg je lunch op je werk of moet je dat zelf meenemen?
Nee, ik krijg geen lunch. Geen warm eten. Ik moet mijn lunch zelf meenemen. Wat was je lunch? Wat heb je vandaag gegeten? Broodje kaas en een kopje tomatensoep. Ik vind het echt leuk om je weer te zien. Tot volgende keer, graag. Tot ziens, dag Leila. Dag, tot kijk. Mijn eerste werkdag. Afsluiten. Hoe was je eerste werkdag? Dersimize katıldığınız için teşekkürler. Sorularınızı, görüşlerinizi YouTube, Facebook sayfamızda paylaşınız. Abone olarak destek veririz. Saygılarım. Mehmet Hocam.